Hallo mensen, ik ben Koen van Oprisnl met vandaag het derde match. Het derde match, oh mijn god, ik ben echt een mogol. Uit Pool B. Vandaag is het aan mij, Doen op SNL, tegen Matty, oftewel Vivalosophy. Wij gaan tegen elkaar strijden en zoals je kunt zien hier in de stand. We hebben allebei één keer tegen Hard Dynasty gespeeld. Matty heeft verloren en ik heb gelijk gespeeld, wat je natuurlijk eergisteren kon zien. Dus het is een hartstikke spannende wedstrijd. Want ja, als ik win, dan kan ik een lekkere voorsprong nemen. Maar als Matty wint, dan sta ik op de laatste plaats. Maar mensen, de video gaat nu beginnen. Vergeet hem alvast niet te liken. Een like zou super top zijn en veel plezier. Die gele maar. Ja, die heb ik. Hij lagt en daardoor drukte ik al op dat. Oké. Okay. Ik heb allemaal upgrades in mijn team, man. Nee joh, dat kan niet. Hoezo? Ik zou Ibra eruit halen, hij is slecht. Ik heb hem er ook uitgehaald, hij is een beetje slow. Ja. Lucas in de spits. Nee! Oh, kut! Oké, dat is niet zo lekker. Daar zit Alex er nog in. Alex is goed, man. Nee, ik zet Marquinhos er liever in. Yo mensen! Mijn naam is Matty en ik ben net uit bed. Koen heeft in 5 minuten, nee niet eens, 5 seconden zijn haar gedaan. PSG tegen Borussia Dortmund. Matty PSG, ik ben Borussia Dortmund. En Koen krijgt er van langs. Oké, ready? Ready, baddy. Oké, okay, gaan we. Oh, ja! Nee! Dat was een mooie balletje hoor, dat was een mooie balletje. Yes! Ja, Bender, hij kon goed schieten. What the fuck? Bender? Zwaar onder druk. Ik krijg al de druk nu al, dat is niet te geloven. Ik trek het al niet meer. Waar heb je Cavani staan? Bits, maar die komt gewoon terug, omdat hij een dikke Roy Donders lookalike is. Nee. Peter, die bal draaide weer. Oh nee. Ja, dit is niet slim. Ja. Nee, ren dan door, jongen. Het is Lewandowski, het is Paul. Die werken niet uit. Ze gaan stukken, jongen. Oh, waar heb ik Van de Wiel erin gezet? Chalet heb ik erin gezet, zo'n... Gekke kaalmans. Oh, scoort hij, let op. Oh. En nee, die gaat niet scoren. Dat is het ook tegen FIFA. Oh, doet hij altijd als... Ja, dat is Alex! Nee, dit lukt niet. Oh. Dit is... Ja, hé! Hey. Wie is die? Is Aubameyang zeker? Ja, tuurlijk. Ja, Ibra! Nee. Alex, nee! Wow. Roy Donders. Nee, hij is geen wedstrijd. Waarom ga je nou stilstaan, joh? Rood. Ik kreeg tegen Mark ook een rood. Echt waar? Kom op. Nee. Yes! Ja, lul, hoe kan dat nou? Yes! Ik heb nu ook gewoon 3 slowen verdedigd, dus Max wel gal. Ja, dat is wel een What really happened? Fuck shit fuck I stoot Maito in the bad camera. Alleen Thiago Silva was nog een beetje... Dat was de bedoeling! Dat was de bedoeling zeker, met je goede assisten. Ja. Pak op Sirigu! Oh, dat was heel veel geluk. Oh nee. Oh. Dit bedoelde ik natuurlijk. Alex, oh! Ja! Goed zo, Alex. Kak. Nee. It was at this moment that Matty knew he fucked up. Nee! Yes. Je ging terug met die keeper, ja logisch. Ah, dat was de kans. Eeuwige roem. Ja. Kijk, dit wil ik jongens, dit wil ik. Ja, door. Ja. Fucking Sirigu. Kak. Dit is niet leuk hoor. Oh, ik hou van Sirigu. Fuck you. Oh, je hebt ook maar 1 schot op goal. Met Alex. Ja, het gaat ook niet heel goed, feestje. Oh, nee! Oh, jongen. Kneus. Polen deze wedstrijd houden. Nou ligt het open. Great. Sirigu, nee. Dit is echt de les van de dag. Nooit even PSG doen, want Sirigu is gewoon mentaal gestoord, jongen. Kak. Oh, joh. Ik kan gewoon die bal pakken, joh. Kut, Sirigu. Ik heb hem nooit gepeld. Ik hou in mijn leven. The bird machine. Check. Yes! Kak. Matuidi? Oh, Matuidi, jongen, kleine neger die je bent. Krijg je nog weer beter terug, zeker? Ja, je gaat zelf liggen, hoor. Gekke zwalmen. Dat is echt een onvervals... Dit is echt de real business. Ik haat het zoekje vrije trappen. Ja, dat kan ik dan Max wel doen. Nou, als je daar nog vooral het gewoon op mijn hart L1 driehoekje naar voren. Echt waar, dat werkt. Kan dat met zo'n vrije trap? Ja. Ja!
Oh, what the fuck? Ja, als Ibra Dini al niet scoort. Het was wel echt eens geweest als hij erin ging, maar... Want dan die kop al van Hummel. Maar hoe kop je dit nou niet? Ja, want jij raakte hem nog, VVD. Ja, ik raakte hem. Hummel raakte hem. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Nee, en dan farpost. Oh, gaat hij trampen? Hij trampt. Nee, nee, ja! Nee, dit meen je toch niet? Hoe kon ik nou die Dino niet trampen? Maar ik had hem ook getrampt hoor. Ik neem je niks kwalijk. Uit. Nee. Ja, ja, yes. Kut gecounter voor jou. Krijg ik nou een vrije trap tegen? Nee, ja, tuurlijk. Kort. Kijk, let op. Zo neem je een vrije trap. Kijk zo. Dat was niet op je hart. Ik haat het zoekje vrije trap. Dat het gewoon op mijn hart L1 driehoekje naar voren. Echt waar, dat werkt. Kan dat met zo'n vrije trap? Let op. Gaat hij zoekt hij nou een mannetje op of zo? Kijk. Ja. Zo neem je een vrije trap. Dit is de reden dat ik nog nooit dit hele jaar een potje head-to-head heb gespeeld. Vrije trappen leren met Koen. Ja, ja. Dat hebben de meeste rechts- en linksbacks, weet je wel. Ben je Sirigu? Nee. Ah, nee, Sirigu. Kak. Sirigu is niet helemaal lekker hoor. Ja, dat is een vernedering. Gewoon een fucking weidevellen. Nee! Ja, nu moet ik nog een eerder goal maken. Weet je wat ik haat? Kak, Sirigu. Nou mensen, dit was de eerste game. 2-0 gewonnen. Sirigu, leek me reet. Kak. Nou mensen, ik hoop jullie het leuk vond. Als je het leuk vond, vergeet niet te liken. En dan zien jullie binnenkort de tweede wedstrijd van Mattie en ik. Later. Paas. Doei. Kak. En dit is dus de stand na de gespeelde wedstrijd net. Zoals je kunt zien, Koen Presnel, dat ben ik, die staat op de allereerste plaats. Daarna komt Hard Dynasty met evenveel punten. En Mattie staat op de derde plaats met nog 0 punten. Beetje jammer, maar mensen, Philosophers, er is nog altijd hoop. Want als Mattie de volgende wedstrijd wint, en hij moet hem eigenlijk wel winnen. Als hij hem niet wint, gaat het heel erg moeilijk worden. Dan heeft hij nu natuurlijk nog steeds alle kans om door te gaan. Maar mensen, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Als jullie het leuk vond, vergeet niet te liken. Ik zeg like, veel regen, abonneer de volgende keer. En ik zeg doei, later.